Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik werd laatst begeleid tijdens hardlopen door een elektrische fietser. Althans, op een persoon op een elektrische fiets. En ik heb er zelf ook veel ervaring mee. Dus, al pratende kwamen we erop. Deze gaat gewoon over de e-bike. Why not? Wellicht heb je ook ooit de e-bike nodig. Misschien heb je een e-bike. Misschien heb je ooit support van een e-bike. Dus de keuzes op een rij. Als je er een wilt kopen, heb je ermee te maken. De vraag vooral, waar wil je hem voor gebruiken? Is het om naar je werk te gaan? En hoe ver is dat dan weg? Is het voor een klein stukje in de stad? Of in je dorp, als je in een dorp woont? Oftewel kleine stukjes van een paar kilometer. Of wil je er echt mee gaan toeren? En natuurlijk, misschien wel mee gaan sporten. Tegenwoordig zie je elektrische racefietsen. Maar vooral elektrische mountainbikes. Ik was laatst fietsen in Italië. In de bergen. En daar zijn, ja, als je daar rondkijkt, dan zijn er op dit moment van de mountainbikes die er rijden, is ongeveer 25% elektrisch. En ik was er ook vorig jaar op dit tijdstip, ook op dezelfde plek. En toen was het nog geen 10%. Het gaat echt in een heel rap tempo. Echt heel erg snel. Maar goed, de meeste mensen zullen hem willen gebruiken voor woonwerk. Vraag 2 is natuurlijk wat je budget. Je hebt al een e-bike van minder dan 1000 euro. Een stukje minder dan 1000 euro zelfs. Maar je hebt ook e-bikes tot en met 2500 euro en soms nog wat meer. Dus het, geld is natuurlijk altijd belangrijk bij een keuze. Je moet gewoon iets willen wat niet betaalbaar is. En dat is, dan moet je toch concessies doen ergens. Vooral natuurlijk bij een luxe e-bike waarbij je zegt, ik wil de beste motor. In mijn ogen is dat de middenmotor, maar ik geen geheim van de Shimano Steps. Daar ben ik zelf erg groot fan van. Die hebben ook, niet de meeste, maar wel tegenwoordig heel veel goede e-bikes hebben. Geen brandstof en het is natuurlijk ook goed voor je gezondheid. Ook al fietsen. Ja, mijn ogen is wel een beetje fietsen. Daar moet je een beetje mee op. Stel dat je een wedstrijd in je fiets hebt, wat je wilt, 20. Stel dat je gewoon ondersteund wordt en dat je eigenlijk nog maar hoeft te trappen. 10 km per uur, dan word je voor de helft ondersteund. Dan doe je niks, dan doe je de helft minder. Dus het is ook niks. Ik vind het altijd een beetje flauw. Want ik zie zoveel mensen om me heen die gewoon door de e-bike weer zijn gaan bewegen. Of de auto laten staan. Dat is natuurlijk goed voor het planeet, goed voor het milieu. En dan word ik al toch wel heel erg vrolijk van. Dus dan zijn er ook weer de ene kritische persoon die zegt, hey, het is niet echt sporten of het is niet echt fietsen. Ja, goed voor het milieu, je weet niet wat er met die accu gebeurt. Nee, dat klopt. Nou, op dit moment denk ik een groeiend accuprobleem in auto's en fietsen. En telefoons en waar dan ook. Dat is zo. Daar weten we niet precies van wat we mee moeten. Is dat een reden om zeg maar het hele product van iets elektrisch maken? Is het daarom helemaal slecht? Dat vraag ik me af. Oké, we weten niet wat we met die accu's aan moeten. Laten we maar gewoon blijven bij oude brandstofauto's, bij benzineauto's en dieselauto's. Omdat we niet weten wat we met de accu's moeten. Is dat dan de optie, zeg maar? Nee, in mijn ogen ook niet. Dus ik weet, er zijn heel veel kritische mensen en die zullen ook over deze podcast wat te zeggen hebben. Maar het is wel zoals het is. Ik bedoel, geef een alternatief, hè. Zeg niet van het is slecht, van hé, een e-bike is niet fietsen. Zeg niet van het is
je weet niet wat je met die accu moet zeggen, hoe het dan moet. En dan wordt het vaak heel stil als ik dat vraag. Dus in mijn ogen gewoon goede opties. Dus, voordelen. Nou, je hebt natuurlijk gewoon je transport niet afhankelijk van openbaar vervoer. Tegenwoordig redelijk betaalbaar, beproefd systeem. Inmiddels lange garantie, goede service. Dus dat is allemaal niet meer zo'n issue. Natuurlijk wil je hem wel een beetje in de buurt halen. Waarbij je goede service krijgt en garantie. Maar inmiddels heb je, ja, iedere fietsenmaker kent tegenwoordig wel. Of kan tegenwoordig wel een e-bike onderhouden. Dat is echt niet meer zo heel bijzonder. Dus ja, natuurlijk kun je natuurlijk die e-bike kopen bij de specialist, bij de fabriek. En zeg ik wil alleen daar dat onderhouden. Maar in de praktijk is er niet heel veel mis mee. Je hebt hele speciale elektrische fietsen ook. De Speedbikes, ofwel de Speedelic. Een vriend van mij die... nee, zijn vriend, de Kennis. Laat hem Kennis noemen. Die fietst om de dag met zijn Speedelic naar het werk. Dat is een kilometer of 50. En dan ook weer 50 terug. Dat is 100 kilometer. Dat is niet niks. En dat hij om de dag. Geloof me maar. Tot als ik met hem fiets, hij wel echt een berenconditie heeft. Als je zeg maar op zijn gewone fietsjes, dan fietst hij mij, zoals wij dan zeggen, eraf. Dus echt wel een goede training, zeg maar. Nadelen natuurlijk, ja, het kost geld. Je moet ook spullen kopen. Je hebt af en toe een dingetje met service of garantie. Je moet weer een product onderhouden. Dus dat zijn allemaal nadelen. Ja, en je oude records gaan eraan. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld een appje gebruikt, dat heet Strava, waarop je fietst. Dan rij je recordjes. Met de e-bike zul je waarschijnlijk gaan overtreffen, maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Nou, in ieder geval, gewoon e-bike. Het product, ik sta achter het product, ik vind het heel goed. Ik denk dat heel veel mensen goed gebruiken. Ja, er zijn scholieren. Ja, er zijn mensen die een e-bike kopen, een elektrische fiets. Terwijl ze toch gewoon kunnen fietsen. Ja, zeg het maar. Het is toch iedereen zijn eigen keuze, zou ik zeggen. Het is niet dat ze gaan roken, zeg maar. Dat is volgens mij niet zo goed voor je. Of dat ze enorm veel alcohol gaan drinken. Dat is met mijn ogen een stuk slechter dan een e-bike kopen. Laten we ook niet al te moeilijk over doen met z'n. Dus dat over de e-bike. Omdat ik laatst werd ondersteund bij een wedstrijdje met iemand met een e-bike naast mij. Dus, ik wil het gewoon even delen, mijn ervaring delen. Ik ga het niet hebben over de merken zoals ik op de fiets heb gezet. Mountainbikes. Die racefietsen weet ik niet, maar dat zal vast nog wel komen. Misschien is het er ook al wel. In ieder geval, succes met jouw keuze met wat je gaat doen.